Dag dames en heren. Vanmiddag en vanavond kunnen zeer zware onweersbuien vanuit het zuidoosten over Nederland trekken. En daarvoor waarschuwen we. Dat doet ook het KNMI. Dat doen ze met de beroemde codes. Op dit moment hebben we code geel in het noorden van het land en zelfs code oranje in het midden en zuiden. En gisteren hebben we ook al uitgelegd wat u dan moet doen. Bij code geel moet je natuurlijk wel alert zijn, maar gewoon je dingen doen en alle waarschuwingen en de radar goed in de gaten houden. Veel heftiger weer verwachten we nog in het zuiden en midden van het land vanaf een uur of drie. Code oranje betekent dat u echt rekening moet houden dat er een grote kans is op extreem weer. Daarover straks meer. En dat u wellicht ook uw plannen moet gaan wijzigen vandaag. Nou, vanochtend om 11 uur was er nog niets aan de hand. Toen scheen in Nederland de zon. De temperaturen liepen tot 12 uur al bijna op tot zo'n 30 graden. Er wordt vanuit het zuiden rondom een lage drukgebied in de bovenlucht zeer onstabiele lucht aangevoerd. Niet alleen losse buien zullen ontstaan, maar we hebben ook te maken met een klein lage drukgebiedje wat vandaag over ons land naar het westen koerst. En ook nog een lijn, een zogenaamde trog. En met name in de buurt van zo'n lage drukgebied en ook op zo'n lijn ontstaan georganiseerde buien die lokaal heel veel regen kunnen afleveren. Zwaar onweer, hagelstenen van 2 centimeter en ook nog eens flinke windstoten. Ook moet je letten op de lucht. Hè. Als je die stapelwolken ziet groeien en opbollen, dan moet je eigenlijk al beducht zijn dat het weer aan het veranderen is. En als je iets op de planning hebt, een concert of een avondvierdaagse, hou in ieder geval de waarschuwingen en ook de berichtgeving heel goed in de gaten en wijzig uw plannen. Neem geen risico. Nou, hoe het precies gaat, dat weten we eigenlijk niet. Er zijn heel veel weermodellen die berekenen hoe die buien dan gaan ontstaan. Dit is er eentje, zo zou het dus kunnen. En wat we zien is dat er vanmiddag al een paar losse buien gaan ontstaan. Met name boven het midden en oosten van ons land. Maar in de loop van de middag zien we eigenlijk vanuit het zuidwesten een geclusterd aantal buien over het zuiden van het land trekken. Ze trekken dus naar het westen toe en dat zijn buien die lokaal heel veel regen kunnen afleveren. Vandaar code oranje, met name in het zuiden en midden van het land. En wat betekent dat nou? Nou, dat we in het zuiden en midden van het land tussen 2 uur en 12 uur komende nacht rekening moeten houden met zeer zwaar weer. Zwaar onweer. Onweer is natuurlijk levensgevaarlijk. Grote hagelstenen, 2 centimeter, dat kan best wel. Zeer veel regen, 50 millimeter in een uur tijd, kan er in één keer naar beneden komen. Dat zal niet overal het geval zijn. Het is plaatselijk, maar het kan wel weer wateroverlast opleveren en niet te vermijden ook de zware windstoten. Ook in het noorden van het land kan het dus komen tot zeer zware onweersbuien, maar de nadruk ligt vanmiddag en vanavond met name op het midden en zuiden van het land.